Belgische importeur van Kuota koopt bij de fabrikant enkel de frames in, waarna dat hij de fietsen in België opbouwt met onderdelen waarvan dat hij zelf ook agent of distributeur is. Vandaar de mogelijkheid om op zeer korte termijn voor deze Dolomiti Experience een Kuota Cobalt Allround Raceframe te gaan afmonteren met een Campagnolo Potenza discgroep. Dit is de allereerste fiets die op deze manier is afgemonteerd in de Benelux en die volgend jaar ook op deze manier in de catalogus zal staan. Het resultaat is geen spectaculaire fiets, maar wel een goede fiets. De kleurstelling is eerder rustig, bijna saai zelfs. Beetje zwart, beetje wit, beetje rood, dat zijn de heel bekende kleuren, maar dat is ook een frame of een fiets waarmee je binnen 10 jaar nog altijd gezien mag worden. Het rijgedrag sluit daarbij aan. De Kuota Cobalt zal je op geen enkel moment van je sokken blazen. Hij imponeert niet met een vlindervlug stuurgedrag of met een extreme acceleraties, maar hij doet gewoon alles goed, waardoor het een allround zeer inzetbare fiets zal zijn voor de Benelux. Campagnolo Potenza Disc is natuurlijk bij Campagnolo de grote nieuwigheid voor 2017 en ook 2018. En de werking is gewoon goed. Een goed afgestelde Potenza kan zowel qua schakelen als qua remmen, hoeft die helemaal niet onder te doen voor een Ultegra van Shimano of een 105. Remkracht is meer dan voldoende, de remgrepen liggen goed in de hand en ook het stuurgedrag wordt daar heel voorspelbaar mee. Het enige minpuntje misschien aan deze fiets is dat de Campagnolo Zonda wielen een beetje aan de zware kant zijn en dat voel je toch wel bij lange beklimmingen. In Vlaanderen en op kasseiwegen zal dat geen probleem zijn, want deze wielen zijn ultra sterk. Flashy fietsen zijn leuk, stille werkers, dat zal waarschijnlijk voor veel mensen minstens even belangrijk zijn en dat is de Kuota Cobalt met Campagnolo Potenza Disc ten voeten uit.